Het is belangrijk dat de fragmenten, de losse fragmenten, die zijn ontstaan bij trauma, dat die weer samengevoegd worden. Bij het trauma is er iets zo overweldigend geweest en bij ontwikkelingstrauma is dat chronisch trauma, iets wat elke dag terugkomt. Onveiligheid, mishandeling, verwaarlozing of emotionele verwaarlozing. Als iets te pijnlijk is en te overweldigend, dan doet het systeem in ons iets, onze hersenen, ons zenuwstelsel, iets om die grote golf van overweldigende energie te breken. En worden de diverse elementen, zoals de emoties, de lichaamssensaties, de beelden, worden van elkaar gescheiden, zodat ze, als die met elkaar in contact zouden zijn ten tijde van het trauma, als als je emoties en wat je voelt in je lichaam en de beelden die je ziet of hoort, als die allemaal bij elkaar blijven, dan kan die golf jou overspoelen. Maar als je ze uit elkaar haalt, dan voorkom je dat. Net als een schip wat gaat zinken, als dat gebeurt, dan is er een veiligheidsmechanisme ingebouwd in zo'n schip dat er compartimenten in het ruim van het schip neergelaten worden, zodat die vloedgolf die door het schip komt, gebroken wordt, zodat mensen de tijd hebben om te vluchten. Dus dat betekent dat je losse flarden overhoudt aan die gebeurtenis. Dat je bijvoorbeeld alleen maar een bepaald geluid van het gerinkel van glas herinnert of een harde stem en daar niks bij voelt en je lichaam ook niet voelt, maar wel steeds getriggerd wordt in je leven van nu door een harde stem of door gerinkel van glas. En je kunt dat niet plaatsen. Je weet alleen maar, oh, er komt een gerinkel van glas en ik verstijf helemaal. Omdat die fragmenten in jezelf gescheiden zijn van elkaar. Je kunt niet een compleet beeld maken van, oh, het gerinkel van glas hoorde bij het auto-ongeluk waarbij de voorruit kapot ging en dat hoorde bij het beeld dat ik had van een vrachtwagen die te snel op me afkwam. En dat hoorde bij mijn lichaam, wat eigenlijk probeerde het stuur om te gooien. En die beweging had willen maken, maar het niet meer kon vanwege de verstijving van mij door angst. Dat verband kun je niet leggen, omdat die delen afgescheiden zijn. En het is belangrijk in de traumaheling, en daar heb je echt iemand voor nodig die je daarin begeleidt, dat die delen weer bij elkaar kunnen komen. Dat wat onderkoppeld is, dus afgesplitst is en niet meer in jouw bewustzijn zit, bijvoorbeeld de emotie die onderkoppeld is, dat die er weer bij kan komen, geleidelijk aan. En dat kan alleen als een therapeut jou eerst helpt om jezelf te reguleren. Om te voelen, oh, ik kan mijn zenuwstelsel in een staat van meer rust brengen als het te overweldigd is. Of als het zenuwstelsel in een soort ineenstorting zit, in een soort collaps.
om weer geleidelijk wat beweging toe te laten, zodat ik weer wat tot leven kom. En in zo'n situatie waarin je weer meer in balans bent, kun je geleidelijk aan naar een klein deeltje gaan kijken van het trauma en de emotie weer uit gaan nodigen. En vaak is het zo dat als jij je veiliger voelt, dat een emotie dan op een hele kleine manier zich aan je openbaart. Of dat die dreigt te overweldigend voor jou te worden. En dan kun je weer samen met de therapeut kijken van, oh, hoe kan ik weer eerst weer terugkomen in die relatieve rust? En als dan de emoties en de beelden en wat jij eigenlijk met je lichaam had willen doen, dus het gedrag en de lichaamssensaties, bij elkaar komen, dan krijgt het geheel weer een compleetheid. En daarvoor is ook nodig dat je de impulsen die jij niet af kon maken, dat je die alsnog af kunt maken of je kunt voorstellen dat die afgemaakt worden. En dan wordt het een compleet iets, een compleet beeld waar je nu aan hebt toegevoegd, ook jouw competentie. Dat wat je alsnog hebt gedaan, wat je destijds had willen doen. En op dat moment geeft het jou, heb je je kracht terug, je waardigheid terug, de compassie voor jezelf terug en kan het traumabeeld gezien worden op de tijdlijn in het verleden. Dat is iets wat toen gebeurde. En je hebt het door er nu naar te kijken en alle ontbrekende elementen aan toe te voegen, getransformeerd en ook geïntegreerd. Het helpt je ook zelfs om weer beter toegespeeld te zijn op nieuwe situaties. En je veerkracht is groter geworden. En uiteindelijk vertellen mensen dan ook dat het trauma hun rijker heeft gemaakt. Dat ze zonder dat trauma niet de groei hadden meegemaakt die ze meegemaakt hebben door het trauma te verwerken en te integreren. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. En met name naar hoe jij daartegen aankijkt. Heeft dat wat heel moeilijk was in je leven jou al dan niet verrijkt? En als je wil, kun je die ervaring delen bij de reacties onder dit filmpje.